mag gewoon uitzien, dames en heren, nummer 1, 3, 4 als allereerste over de finish. Dus zelfs, ja, het is al ruim binnen de 7 minuten, 6 minuten 40 seconden. Erik Leuzink, ja, de 7 minuten. Een enorme overwinning, dat is de mannen nummer 1. Maar als de nummer 1 er is, dan komen de rotzooi komen. Meestal. Alhoewel, dit wel een hele grote. Een groot verschil is tussen de eerste en de tweede. Erik is weer kampioen. We kunnen hier nu niks meer doen. De nieuwe de tweede hekslager. Jawel, daar komt hij aan. Dit is een mooie. Daar is Maya de bijna. Ja, je bent er bijna. Ja hoor. En je bent over de blauwe mat gekomen. En daar is hij dan. David, ik had hem aangekondigd. De derde plek. Hartstikke goed. En Matthias Meijner, die komt er ook aan als de vierde en hebben we dan Dennis Kromp als de vijfde. Die vallen allemaal binnen de prijzen, krijgen om iets te eten of te drinken. Dan Erik Staar, Ralf Slaag, Rolf Vos, Jurgen Haasjes en Mike Kroman. Allemaal 7 knallen, dat is niet super hoor, goed gedaan. Maar ik kunnen straks gewoon wel eventjes hier over. Carlo, hey top, op de 12e plek. We wachten op de eerste vrouw. Dat zou natuurlijk wel leuk zijn als er ook nog een vrouw aankomt. De meeste zijn vrouwen niet blij als ze aankomen. Maar er is alweer meer aangekomen. Maar nu wel. Dat zal wel fijn zijn. Matthias, Richard. Hey Marcel. Oké. Okay. De 15e plek voor jou, jongen. Alleen nog maar mannen in de categorie mannen. Nu komt de jongens 11. Ah, lekker mannen! Een applaus voor de Ik heb je alles gegeven. Even kijken, de eerste van de mannen van onderwerp, meisje, tot de Martinez. Gefeliciteerd, de jongens, tot 50 jaar omkom. De tweede plek voor jou, en de derde voor jullie van 50 is Mike Steenkamp. De zoon heeft bij de koppenrace meteen alweer een hartstikke bedankt. En dan de eerste vrouw, daar komt ze aan. Oh, is slagen, en dan nummer 7. Ja, doorlopen over de mat. Ja, dat is wel de Het wonder is geschiet, meneer Hooikammer. Even over de mat heen. Loop door. Suzanne Trompet is de kerel van de meisje tot 5. Ook een prijs voor jou. En de vierde voor Esther Kwan. Ik zie steeds meer de 9e en 10e plaats voor de David. Dat is mijn heer. Heeft een grote prijs. Als derde hebben we jongens onder de kant. Jongens, de vierde boys, nou kan er niet aan de lijf. Het zijn er nog van. Roger, weet ik niet wie dat is. Maar is iemand op de mannen komen binnen. De 30e plaats, de jongens op de 15e, Milan Stevenal, Nelson. De hele familie Stevenal is binnen. Jan Hofman, de 3e plaats. Ja, met een paar blaren erbij, die prik je gewoon even door. En de andere ding is de tweede, die vrouwen achter haar, Nadia Hofland, op de derde plek. Loop door tot over de blauwe mat voor je score. Goed zo, de meisjes tot 15, Rauw Kroman, die is de 5e plek. En Manon Palland, allee, de 5e plek voor Manon. En Arjen Visser op de schermen, de 36e plaats, dat geeft niks, je bent er toch. En ook jij bent de winnaar. Eline Kok gaat als meisjes onder de 11 als eerste over de fiets. Ja, kom maar. Eline Deun, goed zo, mooi t-shirt. Dus eventjes kijken, dan gaan we naar Sigrid. Op uitslagen.nl kun je straks alle uitslagen precies zien. En op de tweede plek meisjes 11, daar komt ze dan. Saskia doorlopen, want je moet nog over de mat. Doorlopen. En dan met 6 minuten de tweede plek voor meisjes. Ook die kent er, die gaat op de voeten verbonden. Dan komt het wel goed. Jorgen Kok, 21e en in het mandje. Ik weet niet of dat telt, maar goed. In ieder geval gezellig dat jullie er ook bij zijn. Johan Kopagner, Johan Koei, tijdelijk Kopagner. Dat is alweer in het uur. Bert-Jan Kralen, dit is hier. Ik ben 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 hier. Ik ben
zit de vijfde vrouw en er gaat ook iets ook nog een in de boeken. Wat opgeschreven in het aangeven. Met de vijfde vrouw, dat kom je gewoon zo rustig binnenhandelen. Met een boodschappenmandje, even doorlopen door rode kloof, zelfs geschoren. En dan kom je in de eeuwige roem. En gewoon een boek van de facilitatie van het boek is. Samen met Mark Kolingraden, Martijn Smit en Mark Timmerman. We hebben Henk Veldman. De 47e plek van DKU. De 47e plek van DKU. Het is tenslotte de kans in. En daar komt de absolute eerste plek. Normaal gesproken loopt hij veel hoger in de prijs. Ik zie dat toen de Dan krijg je wat alle pinknoten die Jan nog over had, die krijg je mee.
dat soort onzin. Nee. En ik denk dat jij gaat de... Oké, dames en heren, uw attentie voor de prijsafreking. Natuurlijk elke keer een warm applaus voor elke winnaar. Of aan de eerste, tweede, derde, vierde of welke kant. Prima, niet uit. Even aandacht voor de prijsuitreiking. Ja? Nadat de laatste twee met een warm applaus hebben binnengehaald, zijn ze er nog binnen of niet? Zijn ze er? Laatste deel, dan gaan we direct over naar de prijzen. We beginnen met de categorie jongens tot en met 11 jaar. Mag ik naar voren? Elon Bisschop, Tinant Hoxen en Yannick Mijnheer. Yannick ook in de buurt? Yannick komt eraan, hoor ik net. Nou, super. Maar is het op de kant? We zetten het nu een beetje aan de kant voor de fotograaf. Hans heeft alles prachtig uitgesteld, dat mag ook. Maar nu is het gebeurd aan jullie. Er was nog een laatste na een allerlaatste. Nog één keer een daverend applaus. Warmloper Harry is ook gearriveerd. Super gedaan, man. Gaat allemaal wel. Iedereen gefinished? Op plek iedereen gefinished? Nou, zijn we wel. Want, ik kon nog een beetje enthousiast binnen. Mijn heer, applaus. Op de tweede plek. De prachtige tweede plek voor Dinant Hoxen. Opnieuw applaus en ook voor de grote winnaar van vandaag, Elon Bisschop. Heren, fotografen, gaan. Nogmaals een warm applaus voor deze heren. Ze hebben het koude weer getrotseerd midden in de nacht. Jongens, bedankt. Volgend jaar weer. Dezelfde categorie. Nee, hè? Dan wordt het een jaartje ouder. Oftewel, tot en met 15 jaar. Maar voor nu, de prijs is binnen. Bedankt voor jullie deelname. En wij gaan verder met de meisjes tot en met 11 jaar. Dankjewel, heren. Mag ik naar voren? Elin Kok